Wat heb jij gedaan? Dat weet ik niet. Dat weet jij niet. Dus jij weet niets van scharen? Ja, ja. Jaden had die schaar gepakt. Heb jij een schaar gepakt, Jaden? Ook zitten? Nu? Nee. Heb jij een schaar gepakt? Nee, Jason. Niet waar? Jij had de. Jij zit je ook even zitten. Moet ik wel met jullie? Good life! Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life! Wat is er nu weer? Ik hoorde allemaal kinderen. Ja, ik ben bezig met een video, Jalicia. Hoi. Hoi. Kijk, Jaden heeft op je haar afgeknipt. Dat ga je niet menen. Draai eens om. Waar hebben ze het afgeknipt? Hier, aan je haar. Hier. Kan ik dan die 5 minuten even naar boven, even een video opnemen? Kan ik die niet even alleen laten? Ja. Nee? Hoe komt dat zo? Wat is er gebeurd? Jaden had de zon met het schaar gepakt en zo mijn haren zo afgeknipt. En hoe komt hij aan die schaar? Dat weet ik niet. Die had het uit de laken gepakt. Ja, fijn. En nu? Dus, heb je niet gezegd stoppen? Nee, ik had het gegeten. Kon je haar niet bij elkaar pakken? Kon je niet eerder naar boven komen? Want nou ziet het er niet uit aan de achterkant bij jou, hè, Jalicia? Ja. Wie heeft het gedaan? Jason en Jaden. Mooi, dan gaan we naar Jason en Jaden toe. Ja. Ga maar lopen. Laat die pop staan, die heeft papa nog nodig voor de video. Waarom? Ja, die moet papa hebben voor de video. Jaden! Ja? Jou moet ik hebben. Jason! Wat Jason? Jij had een vieze haarklippen. Jij ook. Jalicia zegt jij ook. Ja. Naar beneden, nu. Alle drie. Alle twee. Niet Jason. Zat Jason daar? Naar beneden, alle drie. Hop, nu. Jason is gelezen. Wat heb jij gedaan? Dat weet ik niet. Dat weet jij niet. Dus jij weet niets van scharen? Ja, ja. Jaden had die schaar gepakt. Heb jij een schaar gepakt, Jaden? Ook zitten, nu. Nee, heb jij een schaar gepakt? Nee, Jason. Niet waar? Jij had de. Jij zit je ook even zitten. Moet ik wel met jullie. Goed. Begin bij begin, Jalicia. Jullie zijn stil. Vertel, wat is er gebeurd? Jason maakt alleen mijn haar af te knippen en Jaden had een schaar erom gepakt. Is dat waar, Jaden? Nee. Nou. Oh god, wat een verrassing. Natuurlijk is dat niet waar. Jason, leg dat speelgoed aan de kant. Zie ik er blij uit? Lach ik? Nee, hè? Papa lacht niet. Vindt papa dit leuk? Nee. Papa is boos. Papa is erg boos. Op Gigi. Als eerste, Jaden, mag jij in de la? Nee. Heb Jalicia gedaan. Wat heeft Jalicia gedaan? Schaarpak. Nee, jij het niet te zien, jij weet het niet. Heb jij de schaar gepakt, Jalicia? Nee, Jaden. Ik had het gezien dat Jaden was. Jason, heb jij gezien wie de schaar pakte? Ja. Wie? Jaden. Nee, Talicia. Nee, Jaden. Jaden, ik hou er niet van als je liegt tegen mij. Dus ik heb gewoon liever dat je gewoon de waarheid spreekt. Heb jij de schaar gepakt? Nee. Wel. Jaden, ik ga het je nog een keer vragen. Heb jij die schaar gepakt? Nee, ik heb gezien dat Jalicia dat doet. Je hebt gezien dat Jalicia dat doet? Nee. Hoe kan het dan zo zijn dat Jalicia en Jason zeggen dat jij die schaar gepakt hebt? Nee, ik heb gezien Jalicia pakt. Ja, maar er zijn twee kinderen die gezien hebben dat jij die schaar gepakt hebt. Liegen hun alle twee? Zeg jij dat Jason en Jalicia liegen? Ja. Ja? Blijf eens even rustig zitten, Jalicia. Want voor jou vind ik ook niet lief. Want jij had je haren weg kunnen halen. Je had nee kunnen zeggen. Waarom heb je dat niet gedaan? Maar dat weet je. Maar ik had het vergeten. Vergeten? Ja. Wat vergeten? Vergeten om te zeggen dat je het niet leuk vindt? Ja. Want nou moeten al je haren eraf. Alles.
Nee, niet alle haren. Jawel, dan ben je net een jongetje. En dat bij jongen toch heb je nee, jongetjes hebben ook haren. Maar moet je tot hier gestopt worden? Ja, nou moet niet, maar. Waarom ga jij knippen, Jason? Dat weet ik eigenlijk. Dat weet jij niet. Dat kan niet, hè? Je kan toch niet zomaar haren afknippen? Oh ja. Yeah. Nee, is niet om te lachen. Ziet papa er erg leuk uit vandaag? Nee. Ik zou mezelf maar niet filmen, want ik ben erg boos. En dat is niet om te lachen. Zo, ik ben dan ziek. Ja, je kan ziek zijn of niet. Als eerste, Jaden, jij krijgt straf. Omdat jij die schaar gepakt hebt. En dit staat mijn haren zo verlies, ja. Eerst een schaar. Ten tweede. Jason, jij krijgt straf omdat je die schaar in Jalisa's haar hebt gezet. En dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen die had kunnen zijn. Stel dat je uitgeschoten was. Had Jalisa misschien gebloed? Nee. Nee? Als jij je hoofd had weggetrokken en Jason knipt en hij knipt verkeerd, wat dan? Had je dan bloed? Dan heb jij bloed, ja. Maar nu Jason keert niet te knippen. Nee, eigenlijk had ik die haar van die hoofd weggehaald. Dat heb ik gezien, ja. Een flinke pluk ook. Het ziet er niet meer uit, Jason. Jason kan zo niet meer de straat over. Waarom niet? Omdat het, je moet zien hoe het eruit ziet. Laat het eens zien, Jason. Zie je dat? Hier. Dat hele stuk is er. Hier, dat hele stuk is eruit. Vind je dat mooi? Nee, hè? Nee. Mag niet de zalen kippen. Nee. Dat is van de kruis. En wie wil jullie nog meer pakken? Messen? Vorken? Jullie mogen helemaal niet in die laag komen. Alle drie niet. Dat doet ik ook niet. En waarom is er niemand naar boven gekomen? Lepels hebben, vork hebben. Dan is papa of mama erbij, maar je mag niet alleen in die la. Ander punt. Waarom nee, zijn jullie tweeën niet naar boven gekomen toen Jaden in die la zat? Ik had ook naar boven gekomen, Jesse ook, maar... Ja, het was te af. Ja, maar ik was ook met Jesse zijn we naar boven geweest, zodat ze vragen jou, zodat Jesse mijn haar af te knippen had. En voor Jaden de schaar gepakt had. We spreken het volgende af. De eerstvolgende die in die laag komt. En al kijkt hij er alleen maar in. Dan gaat de ander naar boven om het tegen papa te zeggen. Ja? Want als er wat misgaat met een mes, een vork. Of in dit geval een schaar. En dan gaat het goed mis, hè? Je winnen afknippen dat je heel pijn dat je bloed. Nou, dat bijvoorbeeld. Dat mag ze niet pakken. Als je vinger of je hebt, dat mag alleen papa en mama. Als je vinger of prik hebt, dat mag alleen maar nooit moet je met een mes aan je tongen flikken. Anders heb je bloedje in je tongen en is die afgesneden. Ja, nou, jij en jij gaan nu naar boven, naar jullie kamer. Hop. Sorry, papa. Niks, sorry. Lopen. Nu. Bedden in. Ik wil geen gepraat horen. Zeker geen gelach. Want jullie zijn hier niet voor de lol. Ook al denk je dat ik het hartstikke grappig vind. Jason, is het niet. Oké. Licht gaat uit. Gordijnen zitten dicht. 10 minuten. Duidelijk? Hoor ik gepraat? 10 minuten. Hoor ik gepraat? Worden 20 minuten. Ja? Prima. Papa, ik heb het hoor op. Jij ging naar beneden. Wat doe je daar? Hop, naar onderen. We gaan naar beneden. Ga jij maar lekker op de bank spelen. Jaden, ik hoor je! Dit kan heel erg slecht aflopen. Ja, dat klopt. Maar ja, je kan ook alles gaan dichtmaken, afsluiten of weet ik wat. Kijk, dit is zeg maar de la. Daar ligt van alles in. Ja, potentieel gevaar natuurlijk. Je kunt er een kinderslot op zetten. Maar op deze leeftijd ontwijken ze dat toch. Dus ze moeten het toch leren. Ik kan moeilijk de hele dag erbij blijven zitten. In die zin, op een nek. Dus ja, ik ga er niet voor kiezen om het af te sluiten.
Laatst zag ik op het internet een verhaal van een meisje. Mwah, jong vrouwtje, 22 was ze. Die geen traphekjes neerzette en helemaal niets deed. Want die vond dat het kind helemaal zelf moest leren. Tot op zekere lijn ben ik wel met haar eens. In die zin, een traphekje ja, is wel nodig. Want als een kind naar beneden valt, dan is ze vrijwel dood. Dus dat moet wel. Maar dit soort dingen, ja, het kan fout gaan. Maar echt, op deze leeftijd nog een vinger afsnijden, daar geloof ik niet in. Daar komt moeders. Ik ben benieuwd hoe zij reageert. Kijk eens, alsjeblieft. Weet je wat dat is? Dat is van je dochter. Hoe kom jij hier aan? Nee, Jaden heeft mijn haren afgeknipt. Jij zit aan Jaden? Ja, we liggen alle twee al strak op bed boven. 10 minuten strak gegeven. 10 minuten? Ja. Jij bent 10 minuten hiervoor genoeg bent. Ja. Wacht maar, jij hebt nog andere straf vandaag. Dan gaan we dat na de video dat bespreken met elkaar. Oh my god, waar is eigenlijk geknipt? Hier in de hoek, kijk hier. Ja, je kan niet boos zijn als de camera aanstaat, dus nee, ik ga de vlog afsluiten. Ik ben gewoon helemaal stil van, ik kan zo gaan janken. Felicia. Dat betekent dat je kort haren gaat krijgen binnenkort. Nee. Ja, dat zei ik ook als Elisha. Ik zou je had nee moeten zeggen. Je had ook gewoon naar boven moeten lopen meteen. Je haren moeten vasthouden en naar boven moeten gaan. Oh ja. Dus, met de haren erover valt het gelukkig niet mee. Het is gelukkig niet hier op achterin. Ja, je ziet het hoor. Je ziet het wel. Ja, hou je mond. Weet je hoe lang ik hierover gedaan heb? 6. Ja. Nee, ja, check. Jongens, stil. Ik hoor jullie. Anders komen er 10 minuten bij. Elke doe kort haren, ben je ook nog een meisje? Ja, tuurlijk schat, maar het is zonde, je hebt zo'n mooie lange haren. Ja, moet kijken. Ja. Nou, van voren zie je het niet. Ik heb nog heel veel. Ja, daarom. Zo kun je het ook zien. Kijk, ik heb nog heel veel. Vonden jullie dit in elk geval wel een leuke video? Deel en like hem dan. En ja, ik zou zeggen, tot morgen tot 4 uur. Dan kijken we wat er dan weer gebeurt. Ja? Anders moet je op de belletje drukken. Ik laat je al die mij drukken. Deel en like, dag tot ziens. Tot ziens. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!